Hallo iedereen, welkom bij de video Review Fun Bytes. Creating bit-sized fun. Zo moet je het doen. Laten we beginnen. De Fun Bytes vorm die ik gebruik. Eerst maken we de boterham. Ik heb er pindakaas op gedaan. Lunchen en brood eten wordt leuker met deze hapklare stukjes te gebruiken voor brood, maar ook voor fruit, omelet, pannenkoeken, kaas en pizza. Hier zijn de Fun Bytes te koop. Bedankt voor het kijken naar deze review video.